We gaan het vandaag houden over fratten. Fratten op handen en voeten. Iets wat vooral bij jonge kinderen veel voorkomt. Jonge kinderen op de basisschool, maar ook natuurlijk bij ouderen. Bij Medimeren kan je de fratten laten aanstippen door de doktersassistenten. Daar maak je een afspraak voor. En het is niet zo dat we echt een frattenspreekuur hebben. Je kan eigenlijk wel elke dag eventjes langs. Nou, wat gebeurt er nou? De frat wordt aangestipt met een heel koud goedje. Dat is dus vloeibare stikstof. En de vloeibare stikstof die verbrandt eigenlijk een beetje de frat. Dus het is wel, je voelt het wel. Het is heel koud en daardoor is het ook weer een beetje heel erg warm. Dus je kan daar een blaar krijgen. En die blaar die zorgt ervoor dat die frat dus eigenlijk wat naar boven wordt geduwd. En dan na een paar keer aanstippen, dan is die ook verdwenen. Vaak is het zo dat de doktersassistenten, voordat ze gaat aanstippen, de huid met een mesje een beetje gaat schrapen. Ze haalt wat eelt eraf. En zeker bij de voeten is dat belangrijk, want daar kunnen die fratten best wel diep zitten. En als je dan wat eelt eraf haalt, dan kan de vloeistof er makkelijker bij komen en ook beter zijn werk doen. Bij de handen is het wel iets gevoeliger, maar ook daar proberen we toch altijd eerst even wat eelt weg te schrapen. Ik ga dadelijk eventjes voordoen, maar ik ga eerst nog even wat meer vertellen over de frat zelf. Wat is nou een frat? Nou, een frat is dus het gevolg van een onschuldige virus in het lichaam. Je wordt er dus niet ziek van, maar je krijgt wel fratjes. En ja, dat is niet fijn. Op de handen is dat toch een naar gezicht. En op de voeten kan het zelfs ook klachten geven. De frat kan zo groot worden dat je ook moeite kan krijgen, moeite hebt met lopen. En nou, dat wil je dus niet. Dus vandaar dat je dus naar de assistenten gaat om te kijken of je die frat kan laten verwijderen. Ik ga eens eventjes voordoen hier met de ketel. Dit is dus de vloeibare stikstof die hier in de ketel zit. Best wel spectaculair. Ik zal het even open doen. Dat vinden de kinderen ook wel heel erg interessant. Want als ik hem open doe, dan komt er eigenlijk allemaal stoom uit. En het is natuurlijk geen stoom, maar het is zo koud dat je daar dus ook wat bevriezingseffect krijgt. De ketel moet een stukje opzij, hoor ik net van de regie. Dus dat gaan we maar even doen. Eens even kijken. Dit is de ketel. En wat is dat nou? Dus dat is een hele koude vloeistof, stikstof. Het is dus vloeibaar. En het is 190 graden. Koud. Hier komt hij. Ik zeg altijd tegen de kinderen, dit is de toverketel. En daar gaat een wattenstaafje in. En dat wattenstaafje, dat maak ik dan even goed nat. En dan komt mijn collega. Ik ga het eventjes voordoen. Dus even niet echt aanstippen. Nee, dat doe ik niet. Maar je moet ongeveer voorstellen dat het dan hier op de vinger is. En dan houden we het eventjes 10 tellen. Houden we het zo op de vrat. Tellen dus ook tot 10. We halen hem weg. En daarna weer met een ander wattenstaafje. Doen we weer eventjes dopen in de vloeibare stikstof. En dan weer 10 tellen op de vrat. Nou, voor kinderen is het niet altijd al vaak. Het is niet een fijne handeling. Dus als ouder is het wel toch wel fijn als je het een beetje voorbereidt van wat er gaat gebeuren. En we hopen dat je met dit filmpje ook wat meer informatie krijgt van wat gaat er nou precies gebeuren met zo'n frat aanstippen. Ik ga deze ketel even dicht doen, want er is nog een andere mogelijkheid dat je een frat kan behandelen. En dat is met een soort zuur. Dat noemen ze trichloorazijnzuur, dat is een klein flesje. Daar heb je ook een badstaafje voor nodig. En wat gebeurt er dan met de kinderen dat we dan ook de frat weer even een beetje gaan schrapen? Er gaat er om de frat gaat een beschermlaagje vaseline. Want je kan je voorstellen dat het zuur wil je wel op de frat hebben, maar niet op de huid. En als dat laagje vaseline om de frat is aangebracht, dan kan je ook weer met een wattenstaafje, kan je dus die vloeistof die in het flesje zit, even op de frat aanstippen. Even een beetje hetzelfde idee wat je wel eens ziet met die flesjes die je kan kopen bij de drogist. Formule W. Formule W. Dus het is eigenlijk ongeveer hetzelfde. Het is misschien iets sterker. Nou, hoe vaak moet het? Ja, nou, soms heb je geluk. Hè. Na 2 keer aanstippen, dan verdwijnt de frat. De frat, wat ik al zei, met zo'n aanstippen met de stikstof, dan kan er een blaar onder de frat komen. Dan gaat de blaar dan ook niet doorprikken, hè, want het zorgt er juist voor dat die frat een beetje losraakt uit die huid. En dan kan de assistente een week later kijken of ze het misschien weg kan halen met een beetje schraap. En die trichloorazijnzuur, dat zuurtje wat je dus op die huid aanbrengt, dat heeft ook wel een beetje het effect dat de frat op een gegeven moment losraakt. Nou ja, als je geluk hebt, dan is het misschien 2-3 keer, maar soms is het wat hardnekkiger en dan moet je wat vaker terugkomen. Maar meestal gaat het goed.